En je ziet hem aan. En we hebben ook zo'n coach hier. We hebben ook zo'n coach hier en we gaan kijken naar het slow motion kampioenschap schoenen aandoen. Goedenavond dames en heren, welkom hier in welkom hier in Tokio op het wereldkampioenschap schoenen aan doen. Als Belgische kandidaat hebben we Frederik van de Kerpel. En we hebben hier ook zijn coach naast ons, Filip Laremans. Dag Filip. Dag Galoni. Ik zie dat Frederik zich aan het klaarmaken is. Oh, ja, ik ben ook zelf heel gestresseerd. We hebben echt 4 jaar lang hebben we naar dit wereldkampioenschap toegewerkt. Oh, en je ziet, ja, hij is zelf ook gestrest. Hè. Hij zegt, wat doet hem? Hij is zo, oh, maar hij is heel gestrest. Ja, je ziet ook dat hij gestrest is. Hij is de laatste kandidaat. Hij moet natuurlijk het halen van de Duitser die 9,8 heeft gehaald. Gaat er daar een speciale techniek voor gebruiken? Oh, zijn persoonlijk record van Frederik is 9,81. Maar dat is nog maar 1 keer gehaald, vorig jaar, op een plaatselijk kampioenschap in die Merelbeke. En hij weet dat de Merelbeke moet even... Kom maar, Ronny! Filip bedoel ik, Frederik! Het is helemaal in de war, het is een soort van stress. En hij ziet het niet goed, hij heeft geen bananen gegeten in zijn mond. En van de stress, hij pakt dat. Ik zie de jury klaarstaan, dat het startschot gaat gegeven worden. Hij zet zich klaar. Welke techniek gebruikt hij nu? Ja, hij gaat nu... Hij begint... Oh, dat is heel goed! Hij begint met een dubbele schroef. En je denkt, oei, hij valt. Nee, geniaal. Filip, geniaal, Frederik. Dus die in twijfel, die doet heel goed het spel. Dat gaat dus jullie gelangs. Nee, die is Merelbeke. Kom aan, Frederik. Oké, nu moet hij de knoop nog gaan maken. Hij moet de knoop nog maken. Deze is niks. Nu gaat hem dus voor de 3-dubbele Gorbachev gaat hem gaan. Met de knopen. De 3-dubbele Gorbachev is nog nooit uitgeprobeerd op een wereldkampioenschap. Maar in Merelbeke is het gelukt. En dus dat doet dan dus links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, doet hem dan. En dan doet hem dus op 1 been, doet hem dan een huppelke. Zie, geniaal, kom aan, Frederik, ja! En gaat hij ook de karatekit er nog tussen smijten? Oh, dat zou heel schoon zijn. De kraalvogel, doet hem de kraalvogel en doet de... Ja! Hij vergeet een afsprong. Nee. Ik zie de twijfel in zijn ogen. Oei, het gaat mis. Ik zie zijn andere been weggeleiden. Oh, meneer Freddy, kom op. Hij pakt zich. Of toch niet. Nee, hij pakt zich niet. Hij gaat echt volledig onderuit. Nee, hij gaat niet onderuit. Dat zie je verkeerd, hoor. Voilà. Nu is hij afgezwakt op de jury. 8.3! Frederik! Hey, 8.3, hij moest 9,81 halen. Hij heeft het niet gehaald. Heb je te huilen? Je ziet, hij heeft 1000 gezichten. Nou, wegwerpgebaar, ja. Ja, wegwerpgebaar. De pijn van binnen. Maar volgens mij, hij weet het nog niet goed. Hij is nog niet zeker. Hij twijfelt nog wat. Heb je nog eens aan de jury? Hij probeert de jury. Want de jury die toen ook bedenkt, het pralinkje, ja, het pralinkje bedenkt. De jury, 3 vrouwen, dat moet werken deze. Een klein blafje. Een rondje. Doe het publiek. Bedenkt de jury zich, een van de juryleden is duidelijk lesbisch, het werkt niet. We gaan Frederik... Als ze nu nog zijn jas gewoon aandoen, vastdoen, is hem gewonnen denk ik. Dat doet niemand, dat durft niemand aan. Dat is een moeilijkere discipline. Kan hem zijn jas vastdoen. Kom aan, Frederik! Kom aan, Frederik! Kom aan! Ja, het publiek wordt zonder! Kom aan! Pak die tijd, Frederik, doe het! Kom aan, Frederik! Dit is voor een patiënt met een syndroom van Down is het heel moeilijk, maar je gaat het doen. Kom aan, jongen. Maar hij heeft een velcro jas.